Oh, kijk nou hoe cute. Dat is een soort mini. Doe ik altijd zo'n ice pack in de tas. Best echt cool. Ze hebben ons kantoor. Ik heb hem hier kijken. Kast eromheen. We gaan even naar beneden. Oké. Oh wauw. Even kijken. Kijk nou. Oh. Studio jongens. Woe. Gaat het? Ja. Oké. En zo wat gewend ik niet met dit soort dingen. Oh kijk nou. Mijn geluidsdicht. Ja, isoleerspul. Oh, jongens. Ja, helemaal leuk dit. Ja, toch? Ja, ik ben helemaal blij. Blij dat we daar nu niet een... Ja, ik ook heel blij. We wilden dus nog een badkamer hier doen. Iemand vroeg, waarom zouden jullie een badkamer willen? Maar het idee was, onder andere, ik maak natuurlijk ook beautyvideo's in badkamers wel eens. Of in onze badkamer dan. Dat zou wel handig zijn. En mocht je eens een keer sporten en je boven snel onder de douche springen. Of je gezicht reinigen, whatever. Maar die doen we dus niet. We hebben wel een nat hok, maar dat wordt ook gewoon een kast. Ja. Dat is meer van misschien ooit. Als het nodig is, dan heb je in ieder geval een plek om een wasmachine of iets kwijt te kunnen. Oh, maar dit wordt gewoon een kast. Toppie. Eerste snackie, tussen snack. Oké, ik heb die hele boekhouding, dus waar ik nu al een dag of drie, vier mee bezig ben. Ik heb helemaal op mijn bedrijf toegepast. Maar voordat ik het op mijn andere bedrijf doe en zo... Ik zat denken, kan ik ook gelijk nu allemaal doen? Nee, wacht maar. Ga maar eerst even kijken hoe het nu allemaal werkt. En als ik een lekkere flow te pakken heb en door wat wel niet werkt, dan kan ik dat ook weer op de volgende toepassen. Dus, dat is een beetje wat we gaan doen. En nu gaan we Mila halen van school. En we hebben om 5 Mariette staan. En het is heel lekker warm vandaag. In ieder geval deze vandaag zo'n random warme dag. Ik denk dat ik deze trui zo uitdoe. Dus we gaan lekker naar huis, even lunchen en dan gaan we... Ik denk even Amsterdam in. En dan naar Jet door. Woensdag even snel met de auto gehaald. Want we gaan zo op pad met de fiets ook. Leeg. Althans. Opper de pop. Even thuis lunchen met nog een restje salade. Die ballen van gisteren. Een stukje avocado erbij. Hé, bah, printer. Als in dat ding wat je nooit pakt. En dan heb je hem 1 keer in zoveel tijd nodig. Kijk hoe vergeeld hij ook is. Ja. Ik haal hem gewoon uit de kast, zet hem neer en gaat hij weer terug de kast. En ik gebruik dat ding zo nooit. Ja, ik het uit. Kijk, Mila is weer aan het assisteren. Die is alles aan het doen. Oh ja. Zal ik je krukje meenemen? Mila is de assistent die zijn planten aan het afstoffen nu. Zullen we gewoon dat hekding wat we hebben? Ja, kijk eens. Curly girl routine al een paar maanden al, denk ik nu. Ik ben klaar. Ik heb lekker een masker erin. Dus even lekker in laten trekken, morgenochtend eruit spoelen. Ik ben ook klaar. Ik heb alleen geen masker in, maar kijk. Oh, heerlijk. Oké, we zijn nu bij de Herengracht. We zijn klaar en we gaan naar de mini-show. Daar wil ik wel heen. Die dus weg is bij Centraal, maar er zijn er nog 2 in Amsterdam. Met al die leuke Japanse speeltjes en zo. We dachten dan kunnen we een leuk vliegtuigdingetje uitkiezen. En we dachten, dan kunnen we misschien ergens eten ook. Oh. Laten we maar gewoon ergens gaan eten, want het is toch wel een beetje etenstijd. En dan naar huis en goed naar bed. Okay. We gaan. Het is avondspit. Iedereen gaat een beetje nu naar huis. Het zal het zijn nu, 5:50. Lekker briesje. Ik zie een feestje aan de overkant. Een wat drukker moment in de stad. Ik weet dat jullie dit leuk vinden. We zijn er! Dit is echt de leukste winkel ooit. Echt, I'm obsessed. Deze winkel is zo leuk. Welke? Hey, die heb jij! Ja joh! Die had ze van oma gehad, toch? Oh.
Kijk, oh my god. Proef die bestekdingen. Ja, dat ben je gekocht, hè? Och, kijk, dit is een drinkflesje. Kijk dan. Dit is echt I'm obsessed. Echt allemaal leuke bento-boxen. Kijk jongens, overal door de hele stad hebben ze ADE-feestjes, zoals dat daar. Dat is dus deze week, ADE. Natuurlijk super belangrijk. Oh, het is een week, Mina. Ja, of eigenlijk vanaf vandaag tot met zondag, dacht ik. Nee. Het is, sterker nog, het is een soort midweek. Het begint in midden van de week, maar de toffe feestje in het weekend. Maar wij zijn er natuurlijk niet. Maar normaal is dit zijn wel leuke dingen. Er is ook heel veel industrie dingen hoor. Dat we echt uit die DJ-wereld mensen meeten en een mini-feestje hebben. En, nou ja, dat. Zo. En we gaan lekker naar huis. Het is laat. We konden nergens echt zeg maar even snel eten vinden. Dus ik ben naar de VMO gegaan. Wij zijn weer thuis. Het was gewoon zo leuk. Dit is zo leuk. We hebben soms van die dagen. Dat je dan zeg maar. Dan loopt het allemaal gewoon een beetje. Dan gaan we gewoon fietsen door de stad. En dan zien we waar we eindigen. Het zijn de leukste dagen. En ik moet toegeven de dagen dat het dan op een gegeven moment een beetje vroeger donker wordt. Zoals nu. Maar het is wel lekker weer. Het is echt lekker weer als vandaag. Ja, dat zijn de beste. Het zijn echt, we hadden het ook tegen elkaar. Het was heel druk vanwege ADE. Ik denk dat ik wel 10 feestjes gepasseerd ben. Gewoon puur op de meest basic route ooit. Ja, je zag allemaal mensen aankomen voor ADE. En dan zag je heel een soort van artiestachtige situatie met fotografen eromheen en zo. Maar je zag echt wel mensen die dan net aankwamen in Amsterdam en Gregor. Die zei ook, stel je voor hè, dat je dan nu aankomt en in dit lekkere weer. En dan in deze sfeer en vibe. Het was echt gewoon, ik dacht ook wel nooit meer weg. Ja, Vicento. Check even wat ik heb gekocht daar. Deze en deze. We hebben 1 besteksetje. Daar hebben we ook in een Japans winkeltje gekocht. Maar die is wat groter en er zitten ook stokjes bij en zo. Dus ik dacht, ik wil wat kleinere. Nog steeds niet heel klein. Maar ik merk dat bij ons best wel goed werkt. Ik voor anderen. Met fruit en stukjes en dingen. Als je dan zo'n besteksetje in de tas gooit, ja, dan wordt het wel allemaal geprikt met het vorkje, zeg maar. Dat is ook wel heel cool natuurlijk. I mean, ze is helemaal weg van cinema roll. En dit is ook daarvan. Dat ik in de vaatwas gooien. Kijk, het is niet van glas of zo dat het zo extreem stevig is. Dus ik vraag me hoe lang het meegaat. Maar ik dacht, deze misschien als fruitpakje. Ze gaan dus morgen een soort schoolreisdingetje. En toen er is aanbevolen om wat meer in het fruitbakje te doen. Dus ik zag deze, ik dacht, ja, dan gaan we die wassen. En dan doen we ook iets. Ik kan ook één vakje iets groter maken dan het andere. Maar ik dacht, dan doe ik er wat crackers en zo bij. Dan heb je iets meer pit. Oh. Zo. Cute. En verder nog een klein ding. Ik kan het niet laten zien, maar Mila ziet het. We doen altijd voor liggen. Dan krijgen ze een cadeautje, dingetje. Paar kleine dingetjes. En deze. We doen dan zo van wat vind je leuk. En dan wijzen ze allemaal dingen aan. En dan weet ik oké, die is leuk, die is leuk. En dan vind ik dan zo'n zakje. Zo'n soort van surprise ding. Want ja, het is toch. Wat is het? 10 uur vliegen. Kind vlot toch dood. Dus dan heb je af en toe. Geef je iets aan mij. Ik heb het vaker laten zien. Ik wil ook. Ik denk om zelf stickertjes te maken of zo. Ik koop ook vaak een stickervel erbij. En dan gaat ze daar de hele vlucht mee spelen en op het vliegveld. En hopelijk gewoon de hele vakantie. Dus dat is altijd fijn. Ja. Oh, en ze mocht een nieuwe sleutelhanger. Want die ene is zelf gemaakt van mij. En die zit er af. Ja, it happens. Ik dacht al, dit gaat geheid gebeuren. Ik had die met haar naam natuurlijk heel leuk gemaakt. Maar ja, weet je, whatever. Dus al een tijdje had ik al gezegd van, wat is het, 2 weken voor schat. Je mag een nieuwe, op een gegeven moment nieuwe sleutelhanger uitkiezen. En toen zag ze deze. Kijk nou. Check deze. Met een soort van glitter en parels erin. Ja, ik word hier, ik weet niet, mijn volwassen hart. Volwassen hart of eeuwig kinderhart? Gaat hier harder van kloppen. Zo. Zie je wat anders die zeg maar sinds je kind naar school gaat, nog meer van die kinderliedjes in je hoofd. Dat je dat in je hoofd hebt. Dat is gewoon quadrupled.
bedoel, Bing en dat soort dingen, Allah. Maar nu krijg je zoveel liedjes erbij. Ze gaan mijn hoofd maar niet uit. My god, ik wil gewoon... Nee. Oké, ik ga me afsluiten. Wel tussen. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Bye.